Vandaag gebeurt eigenlijk officieel de eerste steenlegging van de nieuwe gemeentewerf van de stad Hamel-Wakkel. De oude werf die hier lang is ligt, die dateert van 1983. En die voldoet helemaal niet meer aan de arbeidsomstandigheden en voorwaarden die vandaag vereist zijn. Dat is ook door de arbeidsinspectie vastgesteld. Dus wij waren genoodzaakt om een nieuwe werf te bouwen die ook voldoet aan de eisen van de tijd. En waarin ons personeel ook tegen normale omstandigheden kan gaan werken. Om daar allerlei verbouwingen in aan te brengen, dat loonde ook niet. Dus we hebben toen besloten om een nieuwe werf te bouwen. Het voorste gedeelte gaat bestaan uit een aantal kantoorelementen, waar dus de dienst openbare werken voor een belangrijk gedeelte ondergebracht gaat worden. Ook de administratie van de werf. En achter het voorfront, het voorgebouw, daar komt dan de hal, de eigenlijke werkhal, met ook de nodige afscheidingen in, waar de schrijnwerkerij komt, de lasserij komt, de garage komt en waar ja, een aantal activiteiten kunnen uitgevoerd worden. Een groot deel van dit gebouw bestaat uit elementen die worden nu voorgefabriceerd. Wanneer die klaar zijn, worden die in elkaar gezet, wie een soort blokkendoos. Dus dat gaat vrij snel en de timing is, als alles mee zit, dat tegen het einde van het jaar, december, het grotendeels klaar zou kunnen zijn. Dan zullen er misschien binnen nog wel wat afwerkingen moeten gebeuren, maar dan staat er de nieuwe werf. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep.